Is dit geen gezichtsverlies voor de gemeente? Ik vind wel, net als ik zeg, ik ben zelf 8 jaar raadslid geweest, dat ik een positievere insteek had verwacht. Maar helemaal niets. Nou, dat vind ik heel teleurstellend. Namens het comité Viering 70 jaar Bevrijding Heemskerk wil ik een kort moment uw aandacht vragen. Wat willen wij? Wij willen op 5 mei hier ter plekke in het gemeentehuis een sobere, maar hopelijk inhoudrijke bijeenkomst houden om dat feit van 70 jaar bevrijding te vieren. We zijn voor de gemeenschap bezig, breed in de gemeenschap. Vrijheid leeft ineens weer, hè, wat er allemaal om ons heen gebeurt. Dus we hadden meer, ook van de politiek, een betere reactie verwacht. Ik vind het teleurstellend. Enige tijd geleden hebben we met het college hier daarover een gesprek gehad. En toen bleek vrij snel dat heel moeilijk zou worden, omdat de zaak hier op 5 mei dicht is. Hoe kan dit nou? Leeft het dan helemaal niet in de politiek? Waarom specifiek hier? Omdat we vinden, het woord zegt het al, dat het een gemeentehuis is. Als er nou ergens zo'n feest van die bevrijding moet gaan vieren, dat er in het gemeentehuis moet zijn. Maar desalniettemin, actiecomité gaat door. We hebben een mooi programma, zowel voor de jongelui als voor de ouderen. En we gaan ervoor. De bedoeling is natuurlijk ook op zo'n bijeenkomst om ons heen te kijken. En niet alleen terug naar die 70 jaar, maar wat is er sinds die tijd gebeurd? Hebben we er wat van geleerd? Wat kunnen we eraan doen, ook hier lokaal? En het zou best wel eens kunnen zijn dat 70 jaar het laatste lustrumjaar wordt. He? Ik bedoel, over 10 jaar zal het aantal mensen dat het nog op de een of andere manier heeft meegemaakt allemaal, dat zal het dan niet meer zijn, denk ik.